bij een nieuwe aflevering van Tap A Bang Stel. En vandaag heb ik een heel bijzondere gast. Want gasten Olanga. Bijna ben ik op mijn knieën voor hem gegaan. Is op Olanga, mi aksa mandisi. En toen ik hem belde laatst, heeft hij ja gezegd. Is dat hij was helemaal in het buitenland. En dan nog, amant ik ja. Is dat ik volg hem al lang. Zie je, ik moet weer rustig praten. Oké, rustig praten. Mijn moeder kijkt weer. Ik moet rustig praten. Ja, mama, ik ga rustig praten. Ik volg deze jongeman al een tijdje. Vanaf is op zijde. Maar eigenlijk moet ik verteren, man. Maar kom verteren toe. Hij had een, ik weet niet of hij het nog heeft, een vuilnisophaalbedrijf. Is dat bij hem dacht, hè? Wat goed doe man, een vuilniswagiebedrijf? Va! Dan moet ik volgen, man. En toen was hij al in de media bezig. Is dat weer toch, voor fit af fitie. Een man die geen blad voor de mond neemt. Is dat weer toch, hij is ondernemer. Die man is vuilnisman. Die man is, wat is hij nog meer? Artiest, acteur, schrijver. Is dat weer toch? En ook nog strijder. Ik heb het over. Programma maker. Ja, toch, is acteur. Is dat weer toch? Plus aan mijn schriftboekje. Hij heeft laatst een boek geschreven, ja, no? Een kinderboek. Ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, en aan mijn serie. Ja, weet je toch? Hij verkoopt alles, hè? Alles. Ik praat over mij, dan zijn wij zeer toe. Maar, is dat weet je toch, het is een Surinamer met de zijn hart op de juiste plek. Amand is lopse na, en if je lopse na, dan mi lop je toe. Is dat weet je toch, mi kondre true. We hebben het over... Ecte Suriname, ja. We hebben het over D van Aarde. Is dat weer toch? Laten we gaan kijken en luisteren, maar je merkt het, voor de beste mode is het nog steeds dresscode. Anderen willen mijn kleding kopen, is dat weer toch? Maar dresscode verkoop. Ga naar dresscode en dan kan je bij Akrosi Astel. Is dat weer toch? Laten we gaan kijken en luisteren naar deze Dave van Aarde. Dave! Fuck out of here. Je mag wel verlegen, jongen. No. It's the waarheid, man. Maar we zijn straks terug. En dit alles gebeurt in... Ja, en we zijn terug mensen. Mijn idool, een van mijn idolen. Ik heb verschillende idolen en jij bent een van mijn idolen, Dave. Met Suerenji, jij bent in mijn vizier gekomen vanaf een vuilnisstory. Dankjewel. Je mag me verlegen, jongen. Ja. Nee, is de waarheid. Sommie dekba. Ik hoor van om voorbeelden te nemen aan goede dingen. Dankjewel. Is dat weer en dan... A tori van vuilniswagen, mi luku dan tak van, eh? Want meestal zie je, arme mensen, arme jongens, wang rokos en wang gefuru achter een vuilnisauto. En dan heb jij zoiets. Ja, maar we nog begin dat, rust. Laten we vanaf het begin beginnen. Dadelijk aan Tora Tekong. Waar is Dave geboren? Paramaribo Diakonesse ziekenhuis. Ik ben van dorp. Eh? Ja. Na 3 maanden. Was het niet zo gezellig met tussen mijn ouders, dus dan maak ik een foto. Maar mijn boy die boy eigenlijk. Serieus? Met Egi. Waar van dorp? Tawajari weg. Helemaal achterin? Nou, Fessi. Oh, gelukkig. Precies daar zo bij die bank in de buurt. Het was toen nog niet betekend. Nou, Santipassi. Ja, stof. Dus elke vakantie dan ging ik naar mijn vader op Rieberg. En dan weer bij Lonanga de Kou. Mm. Een echte boosie boy te hangen. Mm. Dus mijn hart ligt ook daar. Wie zijn je ouders? Ik ben geboren uit Raymond Landburg en Patricia Milzink. Maar ik ben opgevoed met Roy van Aarde, dus voor mij is dat mijn biologisch. Voor mij is dat mijn vader. Raymond en ik hebben steeds een goede band, het is ook mijn vader. Maar ik bedoel, de man met wie ik in huis was altijd was Roy van Aarde. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk zijn kweek. Jij ja, je was boos op mevrouw Del Castillo geworden. Ja, ze had een opmerking gemaakt die bij mij helemaal niet goed zat. Omdat ik vind dat... In veel culturen laten vaders hun kinderen liggen. En ik heb een man genoemd, deze man heeft mijn moeder genoemd met kind. En hij heeft me opgevoed als zijn eigen. Als ik ziek was, huilde hij.
Mm-hmm. Isabi toch, mm-hmm. Mijn naam is Boy. Mm-hmm. En ik heb 2 jaar moeten recoveren ook van zijn dood. Mm. Isabi toch. En het ergste van alles is, die partij waar Del Castillo leiding aan geeft, is opgericht door mijn vader. Eh? Ja, samen met Winston Jessoren bij mij thuis. Serieus? Ik ben opgegroeid in de politiek. Daarom wil ik niks weten van de politiek. Oké, okay, wacht, laten we door. Ja. Jeroen, laten we even doorgaan met je ouders. Dus je bent dan door meneer Van Aarde grootgebracht. Ja. Is het die Van Aarde van IMEO? Juist. Was hij directeur? Hé! Hey! Ja. Breedman, dat ben je! Heeft me laten rennen, hè? Ja, hij was gymleraar. Ja. Mijn moeder was Engels leraar. Wacht, we kregen drinken. Je mag hem die roze geven, hoor. Staat een beetje. Laten we even proosten. Eerst, papa. Je moet naar me kijken, hoor. We zijn naar bed. Ja. Anders ik weet niet, wat is dat ding eigenlijk? Dus als je naar elkaar kijkt, heb je 7 jaar slechte seks. En Mino, maar te kan je zitten. Nee. Stel dat het waar is. Ga ik naar je kijken. Kijk naar me. Nee, maar dit is lekker. Heerlijke Surinaamse gember. Uh-huh. En die is naar de Fosteuang. Ik ben bezig met jonge ondernemers mm-hmm. te promoten en het is van Chons. Dus mensen, als je gember, heerlijke gember wil drinken, ga en bestel dat ding bij Chons. Is Wakanda. Ja. Laat mij ook even proeven van mij, een echte gember, man. Ah, pittig, papi. Mm-hmm. Dit is een Fosteen gember. Mm. Heb je mijn tafel gezien? Ik ben wat zeer, ik ging voor te begonnen met dat. Dit is van Rajes, ik een speciaal Rajes. Dave, misafdak Dave loopt pokoe. Amant, dat kreeg je zo een tafel. Ik kreeg het, dankjewel. Nee, je bent niet meer goed. Hé, mooi jongen, ik ga vaker in je programma komen, jongen. Hij die voorhoorde gestopt, dat van je vader. Ik heb les van hem gehad op IMEO. Strakke man. Ja. Was hij ook zo strak thuis? Nou, flexie. Eh? Ik mocht alles. Nooit aan mannen nak meer, niks. Hij zei ook, als je pinnetje in je recht staat, maak je mond open. Hij neemde nooit een blad. En neemde Jezus? Het mag. Hij nam nooit een blad voor zijn mond. En één ding wat hij mij heeft geleerd ook altijd is, investeer in je hoofd. Geld is niet alles. Want mijn ouders waren leraren. Mm-hmm. En in die tijd van jaren 80 en zo, ook bij Pina. Mm-hmm, mm-hmm. En dan had hij een optie gekregen om naar Amerika te gaan. En mijn moeder ook. En mijn patak, die stok om uit het land te slaan. Abong dat nog groot. Met dat maar op Pinara, maar dat maar op elkaar toch. Mm-hmm. Dus... Ik heb me een heleboel leuke dingen geleerd, dat moet ik eerlijk zeggen. Mijn moeder sowieso, die was wat strenger. Maar ik moest... Mijn poor boy. Ik hoefde alleen maar lief te kijken. Mm-hmm. Ik was heel kwaai. Je was enigste kind? Tot mijn 8e. Oh. En toen kreeg ik mijn zusje, dus ik was 8 jaren lang verwend. Aha. En ik mocht alles. Zolang... Hoe moet ik het zeggen? Ik moest altijd de waarheid. Snap je wat ik zeg? Heb je het gedaan? Ja, maar. Mm-hmm. Ik ben lief door mijn tanden natuurlijk. Maar ik mocht heel veel. Mm. En de ergste straf die ze me konden geven is, ik mocht niet naar tv kijken of zo. Maar geen meppen. Mm. Ging met me praten. No. Mm. Ik heb wel een keertje een baks gehad, omdat ik dan puber was en ik was vervelend. Mm. Wel verdiend. Maar mijn ouders geloofden niet daarin. Mm-hmm. Praten. Oké. Toen ben je verhuisd naar de stad. Ja, dus toen was ik 3 maanden, dus ben ik opgegroeid in de stad. Mm-hmm. Maar toen ik was geboren, in het dorp. Mm-hmm. Ik ben opgegroeid 2 rijweg, Quatapassi daar zo. Mm-hmm. En daar was ook veel bos, dus ik was mm-hmm. direct na school, blote voeten, Prita Busi direct. En ik zat op de vrije school. Goede mascoro. Goede mascoro. Mijn ouders waren in het onderwijs. Meer een speciaal tarief, mijn bekjes. Speciaal tarief. Ik heb het geluk gehad. Oh. Daarom ben ik naar het ateneum gegaan. Mijn moeder gaf ook les daar. Paar keren blijven zitten. Want het was zo woelig in het land. En iedereen was met... Het heeft geen zin om te studeren. Vooral in die periode, Bosje Ting en zo. Mm-hmm. Dus eigenlijk was mijn focus gewoon... Ga weg uit Suriname. Weet je, daarmee leefde ik. En de tijd dat ik opgroeide... Waren de geldwisselaren. Die leefden normaal, maar bij Chamonix. Mm-hmm. En mijn moeder met al de doctoranden, story en al. Ik dacht, jongen, zo maar eens toe kan, want hoe heb je Pina? Mm-hmm. En dus daarom was mijn... Ik ben opgegroeid met, ik ga nooit werken voor een baas. Al moet ik putjes scheppen, maar ik doe het voor mezelf. Want het heeft geen zin om vanaf 8 uur morgens te werken tot 4 uur middags en dan nog 3 bijbanen te hebben, bijles geven, Loma Veld. Mm-hmm. En dan kom je toch niet uit. Wachten op pakket. Mm-hmm. Ben dan ga ik dat. Nu is het een andere tijd. Ja. Mijn ouders zijn ook weggerend uit het onderwijs op een gegeven moment voor een beter leven. Mm-hmm. Maar daar had ik al gezien van, no, score aan, no, give me. Ik zeg niet dat dat... Ja, want is ik zou je net vragen,
Welke school heb je allemaal gezien? Het Atheneum heb ik afgerond. Het laatste jaar ben ik wel weggepost, want ik werd gewoon vervelend. Eh? Ja, heb ik daar afgerond in Nederland. En toen moest ik naar de universiteit gaan. Dat was niet van mij. Ben ik naar de Hogeschool Rotterdam gegaan, HES. En toen deed ik bedrijfskundige informatica. En ik was tweedejaars student en er kwam een gastspreker. En dan zit je college te volgen, we waren helemaal hype. Ja, al mijn actie, waar kan je solliciteren? Mina, hey, maar wat verdien je eigenlijk? Isabita, want ik was niet naar die studie, op die studie gegaan om met die studie begonnen. Uh-huh. Omdat ik ervan hou. Ik dacht alleen maar aan geld op die leeftijd. Uh-huh, uh-huh. Hoe oud was je toen? 21. 21 was ik toen ik tweedejaars was. En dan maand ik, ja, eind van de maand na alle aftrekken hoor, dat is iets van 12 barkie over of zo. Ik denk maar, wacht even. Dus ik betaal schoolgeld zoveel, dan moet ik dat terug gaan betalen, zo gaan terugbetalen. Maar dan, na 5 jaar, en dan moet ik nog schuld betalen tot ik 50 ben of zoiets. Maar ik dacht even, stop nu, dan ben ik aan rekenen. Dat, ik heb mijn tas ingepakt, ik ben de college gelopen. Ik was klaar met school. Ik heb mijn moeder gebeld. Dat was in 2003, februari. Zeg ik tegen mijn moeder, nee, Jok. In juni zei ik tegen mijn moeder, maar ik trek het niet meer, ik wil echt naar SU. Huilend, hè? Uh-huh. Want vroeger was het een schande als je studie niet had afgemaakt. Ja, ja. In Nederland, want je hebt de kans gehad om weg te gaan. En minder ben op Holland, schreef. Zeg, maar ik wil naar SU komen. Ja, wat ga je doen? Ik zeg, ik zie het wel, maar mijn hart zegt me, ik moet teruggaan. En toen ben ik begonnen in de Palmetuin bij Cari Vesta met een stand. Soppie. Ja, want ik was uitsmijter in Nederland. Ik mocht niet legaal werken, want ik heb een Surinaams paspoort. Mm-hmm. Dus ik moest letterlijk vechten voor mijn geld. En ik was goed in mijn werk. En dus ik stond aan lastige deuren op een gegeven moment. Maar dan, op een gegeven moment was ik zo negatief, want je hebt elke avond te maken met Spanje. Mm-hmm. Dus voor jou is dan de wereld Spanje. Mm-hmm. En dat is niet wel hoe ik ben opgevoed of op ben gegroeid. Dus ik ga naar huis. Suriname aangekomen, Bibigi naar Palmetuin, eerste avond schietpartij. ik niet, maar dus voor die tent van mij. Eh? Een lange Bosland Creole tegen één kleine Indiaan. Ik heb nog nooit zo'n toffe Indiaan. De Ingi Tof, ja. De Ingi Tof. Dat ben je vader mij pompen. En toen liep die man van Kings langs, Kataram. Uh-huh. Want ik zat met zijn dochter in de klas. Maar dat ik me zei, jij doet ja zo. Het was voor iedereen een shock. Attaboy. Ja, dat sta ja. In de Palmetuin. Maar dat jongen, het is druk bij jou. Met dat feesten kan ik. Die gezegd, weet je wat, ik heb La Bastille net overgekocht. Ik was samen met twee matties, Richard Thijm en Sergio Emmanuels. Maar dat ik heb net La Bastille overgekocht, het was toen augustus. Maar dat in september ga ik het slopen, je mag een maandje erin gaan spelen. Het is al volledig ingericht. Ik zet wat sopje voor je. Doe hoe zij maar doen. Ik heb nog nooit een drankje verkocht in mijn leven, behalve in die stand. Met dat ik moest het ding. Hij zou het in november slopen, sorry. 13 september 2003 ben ik begonnen met La Bastille. 2 weken later waren we op de hotspot. Iedereen dacht dat we wisten waarmee we bezig waren. Maar ik was gewoon een feestje aan het bouwen. En dat maakte het zo leuk. Want ik was meer. Ik was nog in die. Ik was, nee, maar jij hebt die vibe. Ik was 23. Mm-hmm. Je weet je, en ik mag sopje uit die bar pakken, dus met tanken laten. Mm-hmm. Ik wist niet dat mijn winst was. Dus dat was lesgeld. Je zou het, maar ik heb veel geleerd. En die man van Kings of Kings heeft mij echt gewoon een push gegeven. Mm-hmm, mm-hmm. Je zou het, en toen heb ik. Kijk, wat er niet zo papier. Het is gewoon zo gegaan. December op Bos, een van de grootste klanten ineens van King zelf. We hebben voor bijna een container alcohol verkocht. Eh? Ja, in december. In december alleen, laatste week december. Mm-hmm. Abesiki. En toen kregen we dus bonje onderling, want er waren geen goede afspraken. Ben ik gestopt. Toen heb ik gezegd, jongens, als jullie het zo graag willen hebben. Want toen kreeg ik ook ineens aandacht. We waren partyboys, student, ineens kreeg je zoveel aandacht. Ineens ben je interessant. En daar heb ik zo dus gezegd, hou het. Ben ik weggegaan, toen werd ik gebeld door de Jungle. Die jungle was daar. Boven bij KFC. KFC, ja. Ah, ik ja, kende ja, die tent ja, niet hoor. Ja. Ja, maar bel me, Luko naar Dave. We hebben nu 100% van 0 gulden. Die uitspraak vergeet ik nooit meer. Maar dat we zijn met z'n tweetjes, als je erbij komt, krijg je 1/3. Jij bent gewoon je investering. Hmm? Wanneer we beginnen? Weet ik morgen. Ik heb mijn been gebroken in die tussentijd. Maar dat ik wacht tot je rust. Weet ik nou, met die krukken kom ik. In een echt veld, hossel. Mm-hmm. En zo ben ik begonnen. En na 2 jaar veel geleerd, heb ik mijn vrouw ontmoet in die tent, Ramona Gupta. Wacht, Dave, want je race nog. Ja. Laat me even, ik wil nog iets weten. Wat had je een jongensdroom? Wat was je jongensdroom? Horen,
na de break. En dit alles gebeurt in... Om samen te kunnen werken met mijn team speelt telefonisch contact een belangrijke rol. Door te bellen winnen wij niet alleen tijd, maar geeft dit ook de mogelijkheid om on-the-go beslissingen te nemen. Dankzij de nieuwe postpaid pakketten van Telesuur is het nu nog makkelijker om een plan te kiezen dat geheel bij jou past. Dit maakt de overschakeling voor mij als prepaid naar postpaid gebruiker veel makkelijker. Voor mijn dagelijkse werkzaamheden zorgt mijn postpaid pakket voor efficiëntie, vergemakkelijkt het mijn bereikbaarheid en geeft het mij de mogelijkheid om anytime gebruik te maken van mobiele data. Telesuur, keeping us in touch. En dit alles gebeurt in... Hey, Chef Lee, wat maak je daar klaar? Amai, leem me ook naar nanya. Hey, mooi. Special. Amoet ik me nanya. Wat is dat dan voor een mooi wano? Ik weet nog niet wat wij gaan eten. Want Chef Lee neemt jullie nummers. De gasten hun nummer, dan belt hij de gast. Dan stemt hij af met de gast. Maar ik weet nog niet wat we gaan eten. Wat gaan we eten? Wat je maakt me nieuwsgierig. Wat? Jezus, Dave. Tuinkruiden gemarineerd. Tuinkruiden gemarineerd. Yes, grilled chicken. Maar blijf ik nog niet heb vergeten. Oké, Dave. Hi. We waren gestopt bij je jongensdroom. Wat was je jongensdroom eigenlijk? Ik had twee. Eentje was ik wilde altijd alle vrouwen hebben. Ja, maar je bent niet naar drink. Sorry. Dat vier, hè? Sorry. Ja. Ik praat dat in mijn hoofd. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Ik zeur. Excuses bij deze. Ik wilde gewoon een groot industrieel zijn. Ja, dat is nooit meer pina. Nooit meer skeer. Dat was dat en? Wat ik heb meegemaakt. Met dat ik nooit meer... Maar is het je gelukt? Ik mag niet klagen in het leven. Laat me het zo zeggen. Ik ben heel dankbaar voor wat ik heb. Maar ik ben anders gaan kijken naar het leven. Dus ik had mogelijkheden bijvoorbeeld om 10 stappen verder te zijn. Maar wil ik dat nog? Snap je wat ik bedoel? Ik ben gaan kijken naar... Ik geef een voorbeeld, hè. Mm-hmm. Als je gaat voor die $1,000 per maand, dan wanneer dat heb je gekeken naar 10. Wanneer dat heb je gekeken naar 20. Het is altijd maar een nummer waar je achterheen gaat. Maar in de tijden van de jungle en alles was... Succes is een heel eenzame plek voor mijn gevoel. Wanneer bel je matjes, ik wil dat in een nomina money. Ik kan niet mee, ik kan dit niet, ik kan dat niet. Of mensen vinden je ineens arrogant. Je gaat ook een muur om je heen bouwen. Ik bedoel, jij en ik, we zijn samen uitgegaan. We kenden elkaar nodig. Misschien naar buiten toe kijk ik strak. Maar je kan gewoon naar mij stappen en Tori praten. Maar je bouwt een muur toch? Je wordt nee, een beetje maar dat heb ik vandaag nog spraak tot een dame. Want we zijn bezig iets te organiseren. En ik
sprak tot haar en ze zegt aan me, meneer Simpel, weet je hoe ik me nu voel dat ik met je praat? Ik zeg maar, vertel me, wat bedoel je daarmee? Ja. Nee, ik dacht altijd dat je arrogant was. Het is zelfverzekerdheid gewoon. Ik ben altijd super zeker van mezelf. Uh-huh. Dus, en dan leidt het op arrogant? Er is een dunne lijn. Mm-hmm. Er is een dunne lijn tussen arrogantie en zo. Ik kan ook een klootzak zijn, laten we dat vooraf stellen. Ik kan een grote klootzak zijn. Maar niet als ik je niet ken. Mm-hmm. Je zegt, weet je, iedereen kan aan mij stappen van wakker. Mm-hmm. Als je me hebt teleurgesteld of zo, dan ga ik je leren hoe het is om niet zo fijn te zijn. Wat je kreeg, geef ik terug, maal twee. Maar ik ben gewoon heel zeker van mijn zaak. Omdat ik heb geen Versace-trui nodig om met een smart te gaan praten. Een jong, een bepaalde man heeft het wel nodig om zich zeker te voelen. Ik ben diezelfde zekerheid. Mm-hmm. Begrijp je? Dus ik ben anders gaan kijken naar het leven. Dus die jongensdroom heb ik een beetje losgelaten. En ik ben dan meer gaan kijken naar spirituele ontwikkeling. Gewoon ontwikkeling van mezelf. Wat mijn vader en mijn moeder me hebben geleerd is dat kennis je beste investering is. En ik werk nog steeds keihard, maar ik doe alleen wat ik leuk vind. Mm-hmm. Doe je dat werk nog? Vuil op haar. Tot de dood. Tot de dood. Je hebt dat bedrijf nog? Tuurlijk. Wat je bent Girokko, overheid in Girokko? Ik werk niet met de staat. Oh. Ik heb nooit gewerkt. Eén keer heb ik gewerkt met de staat. 2 jaren lang. Maar ik was in protest gekomen tegen het bewind van de NDP onder Parmisser. Dus daar waren mijn contracten niet zo fijn. Maar Milong, ik moest een keertje invallen voor een week. Van een van mijn weken. 1 week was Kernkampweg beginnen bij die pompstation. Tot de Vijfde Rijweg links en dan weer rechts terug. Elk huis, alle vuil heb ik gepakt. Mijn loma hier, passie. En daarom heb ik bewondering, toch? Want geloof me, wat man aan money gaat nooit achter een vuilniswagen gaan staan. Ja, maar jij moet het geld maken, het geld juist, moet jou niet maken. Juist. Jij moet het geld maken. Maar hoe ben je op het idee gekomen om zoiets op te zetten? Toen ik mijn discotheek had, had ik altijd een probleem met BOG, omdat mijn vuilophaal niet goed werd gedaan. Dus toen ik failliet ging, want ik was jong en ik heb gebost. Libi. Ik hou van het leven. Je weet toch, Libi. Hoe ver ben je gegaan met Lip Alibi? Uiterst. Drugs? Nooit. Ja. In Jamé? Nee, geen lui. Tuurlijk niet. Wiri zie ik niet als drugs. Mm-hmm. Maar na de dood van mijn vader heb ik wel MDMA, wat ze hier noemen, Sucro heb ik geprobeerd. Ecstasy heb ik geprobeerd. En ik ben blij dat ik het heb ervaren. Sabi toch? Ik ben nu een man van 43, dus minder brok ik dat morgen. Maar ik heb wel eens een geprobeerd. Maar niet van fast of no. Ik was gewoon altijd high on energy. Minyama, Oli. Denken kon ik als de beste. En dus daarom heb je geen olie nu meer nodig? Nee, ik drink geen alcohol meer. Gestopt. Hoe lang al? Vanaf alcohol al langer dan 2 jaar. Ik kan wel eens een shotje nemen, want soms denk ik, ja, drink jongen, drink. Dan met ik wasani of een oudjaar. Soms kies ik een dag. Ik heb een beetje extreem karakter. Dus if je tak manga jou drinkt, dan neem ik bijvoorbeeld een borgofles of een rumfles, komt dat zo min of meer gratis reclame. Ik mijn pura dop met troeng. Die fles gaat op. Oh. Het is of we gaan tanken, of niet. Oh. Zo ben ik. Dus als ik voor iets ga, dan moet je gewoon all the way gaan of niet. Zo zit ik in elkaar. Gewoon. Dus daarom prefereer ik om te zeggen, nee, ik wil niet eens even kies mijn tongen even dan. Ja. Dan straks, dadelijk met Ponte Papies. Maar je feesten. Ja man. Dave, toen je die vuilophaalbedrijf fire. Het bestaat er nog? Ja, we werken business to business. We werken met bedrijven. Bedrijven? Ja. Oké. Ik was... De start daarvan wil ik je wel graag geven. Want ik had mijn vrouw ontmoet. En toen is ze naar Su gekomen. Ramona Gupta. Ja. En we hadden niks. Want ik had partners en het is misgegaan. Ik wil daarover niet te veel uitlaten. Iedereen heeft zo zijn verhaal. Maar er was geen geld meer. Laat me daarop zetten. En ik heb zelf, ben ook debiter aan, want ik ben denk dat, weet je, het geld komt, dus je geeft maar uit. En toen had ik een stationwagen die ik van mijn vader had. Heb ik alle stoelen weggehaald. En daarmee ben ik begonnen met vuil ophalen. Serieus? Ik zweer het. In mijn stationwagen ben ik begonnen met vuil ophalen. En mijn vrouw heeft me gesupport. En ze maakte gewoon een race met sardine, de sandati. Maar jouw vrouw is mevrouw Guptaar. Klopt. Dochter van... Ja, maar ik wil niks. Serieus? No? Ik ben niet zo. Ik ben niet zo.
Zij ook niet. Is zelf. Maar ik heb nooit, het is niet aan mij om te gaan bewijzen. Ja, je hebt het gehad. Ja. Denk dat wat je wil. Het interesseert me niet wat je denkt over mij. Ik weet wat ik heb gedaan. En zij was altijd naast. Ik dacht juist van, Dave is met Guptar, een van de rijke Nigerianen. Ja. Dus hij hoeft nooit meer te werken van zijn leven. No. Ik ben te trots daarvoor. Want je moet me nooit komen zeggen, ja, naar mij, zo, zo, zo. Hij heeft me wel ondersteund. Dus toen ik met mijn stationwagen ben begonnen, had hij een truck liggen. Een van die racetrucks, die grote, waarin ze racezakken vullen. Daar heb ik gevraagd, mag ik het lenen of huren of wat? Maar dat jongen, ga ermee spelen. Want die wagen stond weg te rotten. Daarmee heeft hij me wel geholpen, nadat hij zei dat ik serieus was. Maar die wagen dumpte niet, dus alles wat ik erin stopte, 17 ton, moest ik weer met mijn hand eruit halen. Dus als ik moest dumpen, want ik moest besparen, want money bij zwakje duurde me een paar dagen om het te vullen. Het was verschrikkelijk als ik nu eraan denk, want alles lekt ook en zo. Mijn huis was net een ton. En had ik 3-4 uren nodig om die wagen te ledigen met de hand. Met een schop. En bij panja alla saka alleen maar om het voller te maken. Dus ledig was drama. En heb ik een lening genomen bij de bank op een gegeven moment. En via de bank, omdat ik mijn contracten had, toen heb ik mijn eerste lening betaald en zo. En nu heb ik een hele goede verhouding met de banken. Want Surinamers hebben iets met trots. Ja, mi baya wagi cash. No? Mi te kenang alleen, want stel een auto kost 10.000. Je bost het in één keer, daarna moet je weer opnieuw beginnen. Ik geef een 500, ik heb nog 9.500 om zaken mee te doen. En misschien kan ik nog 3 auto's tegelijk kopen en eentje maar met die 10.000. En de rest van het geld kan ik gebruiken om... En ik heb dus een keertje, de bank gaat niet blij zijn met dit verhaal, maar er was een hele mooie truck, een Justin 4 ton. En ik moest uitbreiden, maar ik had geen geld, want ik was altijd bezig af te lossen, want ik moest veel werken met de banken. Ben ik naar die car dealer gegaan, met een man, hoeveel om het te kopen, wat wil je hebben? Omdat als je me 5 geeft, heb je een jaar de tijd om 12 te betalen. Het was 15.000 die wagen. Ik dacht, ik kom zo. Meer heeft gewoon naar bangen. Maar als je ons 3 geeft, dan heb je, nee, 5, dan moest ik 10 betalen in een jaar. Maar dat was 15. Maar als je ons 3 geeft, de bank, dan moet je in 4 jaar 12 betalen. Dus 3 moet ik aanbetalen. Ik ben naar die kaartdealer gegaan. Ik zei, luister nou, je weet dat ik een serieuze man ben. Kan je alsjeblieft schrijven dat ik je 3.000 heb gegeven? Dan zorg ik ervoor dat je 1 keer 12 krijgt. En dan geef ik je in 3 maanden tijd, dan heb je binnen 3 maanden al je geld. Allemaal tekenaars lang hier, ga naar de bank. Is vertrouwen. Juist, maar dus daarom is het belangrijk dat wat je zegt waarheid is. Weet je? Je noemt Skippy. Mensen zeggen, ja, je praat groot. Ik zeg, wat ik mag. Het is niet aan mij om je te overtuigen. Maar goed. En eigenlijk heb ik een wagen gekocht zonder geld. En toen ik die wagen heb gekocht bij die man, moest ik dus $1000 3 maanden betalen aan de kaartdealer. Toen ben ik gerezen naar de bank. Heb ik gezegd, luister, ik heb jullie 3000 moeten voorschieten. Ik vraag een grace period, want je hebt recht op een grace period van 3 maanden. Dus mag ik even bijkomen van die slag, dan begin ik daarna jullie af te lossen. Maar dat is goed. Dan heb ik die man netjes afgelost en toen ben ik overgegaan naar de bank. Mensen, dus hebben jullie goed luisteren hoe je kan werken met zonder geld? Er is meer geld op straat dan goede ideeën. Weet je, dus mensen komen altijd, ja, altijd doe je dit. Maar dat, vaak is geld een beperking bij veel mensen. Ja, mino abamoni. Begin, het geld komt vanzelf. Als je goed bent in iets, het maakt niet uit wat je doet. Al ben je de beste vliegermaker, dan begin je te exporteren. Op een gegeven moment. Het maakt niet uit wat je doet. Zitting. Is je talent, moet je gewoon uitbuiten. 100. Dave, want je hebt gesproken over die vrouw van je. Ja. En het is ook een voorbeeld. Jullie zijn ook een voorbeeldfiguur voor Suriname. Dank je. Je hebt zo net gesproken. Je hebt het zoveel keren herhaald. Dat je hebt gefeest met me. Ja. En de eerste avond dat ik met jou mocht feesten was met jou en je vrouw. En het was een voorbeeld. Want dan met Luko dan met ik van kijk hoe ze samen gewoon. Aan man is spanning en vrouw. En vrouw dans aan Ami. En vrouw dans aan Cedric. Ja. Waar heb je die vrouw? Waar is het begonnen met die vrouw? Kijk, ze was in mijn club gekomen. Ik heb haar ontmoet op een Surinaams feestje in Nederland. En toen ben ik er gaan chanten. En ik moet je eerlijk zeggen, again bij boom. Maar ze sprak alleen over haar vriend toen. Dus toen zei ik ook, ja, ik ben de eerste vrouw die zo vaak praat. En toen zei ik, wat zei ze? Ja, maar mijn vriend. Ik dacht, joh, ongelooflijk. Niet zeker, dat ik mijn babbel nou, je weet het. Maar boom. Miguel, ik heb haar 5 jaren niet gezien of zo. En dan dacht ik, kom ze binnen in mijn tent. Ik ben direct naar haar gelopen. Ik zeg, jou moet ik als vrouw hebben. Ben je nog met die man? Nee, ik zeg, je bent van mij. Want ik heb nog nooit een vrouw ontmoet die
wie ook kwam, is maar bij boksen en poeren. Ik vond het gewoon prachtig om te zien. En ik heb echt mijn best moeten doen. En ik ben altijd wel flexie geweest met vrouwen. Dat ik, look, no. Als ik op jou moet letten voor elk dingetje, dan liever ga ik in de gevangenis of dan liever beginnen we niet. Ik geef het vertrouwen, het ligt aan jou om het te verliezen. En als je met die man naar bed wil gaan, dat is jouw verlies. Dan ga je weg. Het is geen arrogantie. Mm-hmm. Het is geen arrogantie. Het is gewoon, dan dat doe je. Weet je, en zij heeft ook die mentaliteit. Oké, maar wat doe je als dat gebeurt? Nou, huwelijk. Ga je door? Tuurlijk, niet met haar. Ja. Liever blijf in mijn buurt. Blijf in mijn buurt. Hoor je dat, hè? Nou, ik denk het niet dat ik je zou vergeven. Oké. Okay. Nee. Toen is het door, zijn jullie doorgegaan. Asan kon leuk, Achant leuk. Ja, en ze woonde in Nederland, zoals met vakantie. Toen heb ik er geïmporteerd. Wanneer in next? Februari heb ik haar ontmoet. April is ze met vakantie komen wonen. Augustus woonde ze hier met haar dochtertje toen. En dat, die heb ik ook embraced. Is nou mijn dochter. En dat is mijn oudste. Destiny. En ik had haar ingeschreven op school, alles. En we zijn direct samen gaan wonen. Trouwen? Dat is na 9 jaar pas. Hoe lang zijn jullie met elkaar? 18 jaar. 18 jaar? 18 jaar. En hoeveel kinderen? Twee. Ja, eentje is in Nederland, die oudste die studeert nu. En ik heb eentje op het Atheneum. En, maar zij is een ride or die vrouw. Ze heeft zoveel met me meegemaakt. Ik ben ook zelf lastig geweest, ze heeft me wel vergeven. Hoe lastig ben je geweest? Verschrikkelijk. Serieus hoor? Verschrikkelijk. Ik was gewoon een klootzak. Nee, maar dus niet naar haar toe. Aha. Maar ze heeft me gekoeien, ik ben lastig. Weet je, en toen heb ik het verpest. En toen heb ik mezelf in lockdown gezet. Met dat ik ba. Want ze heeft me een jaar gelaten. We waren together apart. Dan, weet je, dus een jaar wat waren... Wat is gebeurd? Wat is zo? Zeg dat, Gwilly B. Hore. Na de break. En dit alles gebeurt in... Upgrade nu naar een ruimer abonnementpakket. Los de modemkosten af in maximaal 6 termijnen. Alles gebeurt in... Ja, mensen, en we zijn terug hier op de set. Zijn ze ook even in shock gegaan. Nieuwsgierigheid, maar we gaan door. Dave, waar waren we gestopt? Ja, je vroeg me waarom, mevrouw. Ja, waarom? Ik moet het wel goed zeggen. Ik was een klootzak voor 3 jaar. Want 8 jaar lang ben ik nooit vreemd gegaan. Ik heb nooit niks gedaan. Middelbeklets.
Maar mijn vader is doodgevallen voor mij. Hij was in orde. Ik ga even een broodje halen met mijn dochter en zo. Ik ga terug. Hij was aan het sterven. En die slag heeft me heel veel laten suipen. En ik was eigenlijk dood. Eigenlijk toen hij doodging ben ik ook gestorven. En ik dronk zoveel. Ik was onhandelbaar. En in 2-3 jaren tijd heb ik me misdragen. Laat me dat vooraf stellen. En toen ben ik gaan zeuren met een dame voor een jaartje. En toen is die tori gebost. Toen heeft mijn vrouw gezegd, hey, als je zo graag weg wil gaan, dan gue. Nee, gue. Ja, en soms moet je iets verliezen om te weten wat je kwijt bent. En toen heb ik gezegd, weet je wat, dit is niet hoe je in elkaar zit. Want wanneer je een vrouwtje hebt, dan ben je wel relaxed. En dus voordat ik met haar was ik mee belop mee. Toen ik met haar was 8 jaar rustig. In die 3 jaar denk ik dat ik een reputatie heb opgebouwd dat nooit meer weg gaat. Maar toen ze me terug heeft genomen, ben ik... Je ziet me nooit zonder mevrouw op straat. Dit verhaaltje me nu vertelt, ik sta er versteld van, want ja. Ik heb altijd Younanga Afro. Maar zo was het overal ook. Overal radioprogramma Younanga Afro, tv-programma Younanga Afro. Alleen podcast niet, nog hè. Niet. Nee, dat is wel mijn ding. Maar we gaan weer een programma samen doen. Maar ze is ook mijn beste vriendin. En ik kan ook... Hey, mangas, makas, don't tap a baby, toch? We love her, nitty. Weet je, want ik babbel een stuk door. Ik praat veel. Ja, sorry, dat is mijn foto. Ik werk met... Ik kom uit de vuile paal, ik ga niet... Kijk, weet je wat het verschil is tussen jou en ik? In jouw programma mag het. Maar bij mij, kijk, als ik dat doe... Dan je heren de man direct. Maar als David doet, vinden ze het niet erg. Maar daarom is het mijn podcast, zodat mijn vrouw die slag ook niet eet. Daarom doe ik dat stukje alleen. Want, maar soms, ik ben gewoon nee, zo. Nee, dat ben je, je kan het niet veranderen. Je moet gewoon jezelf blijven. Soms idee. Be yourself, no matter what they say. Ja, als je me vraagt, stelt, ik ga er niet omheen wikkelen of zo. Ik zeg je gewoon hoe het zit. Je bent direct Priet Pagny. Ik heb niks te veranderen. Het is de waarheid, dat gaat er langs mee. Oké, het is nu goed geworden. Duizend. Die relatie is beter dan ooit. Soms moet zoiets gebeuren. Ja, toch? Visap sumayu abi. Ja, maar na 8 jaar, je bent ook veranderd. Wanneer je begint, ben je een andere persoon na x aantal jaren. Dus op een gegeven moment waren we ook uit elkaar gaan groeien. Dus toen we weer zijn gaan zitten, nou, hebben we het contract herzien. Isabi toch? Val ook nog. Dismi lobby. Ga je daarmee akkoord? Ja? Oké, dan gaan we het weer proberen. En ons geheim is misschien, we hebben een gezamenlijke hobby gezocht. Wat is dat? Boesie. Oh, ja. Dus wanneer we wakker worden, gaan we naar het bos. Ja man, kungwe. Weet je, dus terwijl als jij van het bos houdt, maar je vrouw niet, dan ga je elk weekend weg. Ja, dan is zij thuis. Begrijp je dus dan? Of dan is ze thuis alleen, je weet toch, misschien wordt ze eenzaam. Misschien vind je het ook eenzaam in het bos. Maar als je samen gaat, dan kan je broekie boesie kiek. Ja. En dat, we hebben samen hebben we travelen. Als het niet hier is, dan buitenland. Maar samen naar plaatsen gaan. Samen iets doen. Dat is iets daarvan. En we houden van spelletjes. We kunnen de hele kaarten, Rummy Cup. Ook aan plekkaarten, maar heer weekend. Ik ben bijna niet meer op straat. Ik heb vrienden die daar bij me thuis komen. Dat is mijn kick nu. Dave, genoeg over die vrouw. Ja, man. Laten we nu gaan naar dat stukje waar jij plotseling de strijder bent geworden in Suriname. Jullie zien het als strijder hoor. Ik ben gewoon iemand die zo'n motief opgemaakt. Strijder. Plotseling is je Dave strijder. Wat is hij opgekomen? Waarom? We gaan niet te diep gaan hoor. Het zat al lang diep. Het zat al lang diep. Ik kan er niet tegen. Kijk, politicians over het algemeen jokken. En ik ben iemand die altijd recht door zee is. Dus sowieso manga you know man taktori. En ik was al teleurgesteld door... Of ik had al ruzie gemaakt met de vorige regering. Dus ik had hoop gezet. Niet dat ik heb gestemd voor Chan, maar ik heb wel hoop gezet. In deze regering. En als je genoeg bedrijven hebt opgezet, wat ik vaker doe voor mensen ook en zo, dan kan je analyse maken. Dus na 3 maanden weet ik, hey, dit is na. Voerbroeken, weerbroeken, dat heeft geen zin. Het is precies hetzelfde verhaal. En ik had sowieso jaren geïnvesteerd in die hennep. 4 jaren lang. We hebben alle research en development gedaan. En op een gegeven moment zei ik van, weet je wat, we zijn nu zo laat in die hennep-industrie, dat eigenlijk gaan we weer achter de feiten rennen wereldwijd. Ben ik ermee gestopt. En toen begon die koers. En dan was ik op een gegeven moment niet meer bezig met business doen. Ik ben alleen maar bezig met
herstel. Mm-hmm. Je bent alleen maar bezig met damage control in die bedrijven en zo. Mm-hmm. Ik had 50 man, toen 30, toen... Snap je dus? Mm-hmm. Maar het komt omdat de politiek bemoeit in jouw leven. En toen las ik dat ding van... het was die diefstal. En ik had gehoopt dat ze zouden opruimen. Schoonschip. En dat gebeurde niet. Het werd alleen maar erger. Mm-hmm. Mijn tranga, ik hoor alles. En ik hoorde alleen maar meer dan ooit gebeuren. Mm-hmm. En toen dat ding van die kindertjes... Van die babysterfte. Ja. Meneer Shihing was overleden van PPS. Mm-hmm. Ik kwam van zijn begrafenis. En ze zouden hem gaan cremeren. Of van zijn dienst. En ze zouden gaan cremeren bij Weg naar Zee. En mijn vrouw is gegaan. En ik was best emotioneel en geïrriteerd. En toen las ik daarin van die baby's. Dan dacht ik, hey, weet je wat, ik bak. Nothing to lose. Als het, gewoon, al moet ik in mijn eentje gaan staan op het plein. Ik bel gentle. Ik denk, maar hey, brada. Want hij was bij mij te gast geweest bij de podcast. Ja, zo hebben we elkaar ook leren kennen. Mm-hmm. Ik denk, maar hey, brada, we hebben buiten die podcast gesproken. Ik denk, we kunnen dit niet meer accepteren. Ik bel Maisha. Wanneer ga je naar het plein? Ja, ik ben nu daar. Maar het was vrijdag. Ik dacht, nou, wat idee. Ik kom maandag. Meteen gentle, kom, we gaan live. Meteen gaat telefoon, in mijn werk bij haar. Ik zie jullie maandag daar, ik ga. Maar ik dacht, 20, 30 mensen. En die is van, maar ik bel niet Rani Ritveld. Dief! Binnen 10 minuten, 17.000 views. Ik dacht, hè, waarover heb je het? Ik was dat ding al vergeten. Toen is dat ding zo viraal gegaan. En daaraan kom met je een paar duizend mensen op straat. Toen had ik iets van, als het feit dat een burger gewoon door een oproep op Facebook dit van elkaar kan krijgen, dat wil zeggen dat het heel diep zit bij iedereen. Mm-hmm. Want even, maar ben go boom, ben takasa, maar ben bonk, want toen stond dat me even jongen, hou je mond, isabi toch. Mm-hmm. En toen, maar ik ben niet met een plan gegaan of zo, maar we zeiden iemand van, hey, we gaan door. Mm-hmm. En maar we hadden geen ervaring. En mensen kwamen met, niet onze mensen, mm-hmm. maar op een gegeven moment begon iedereen hier te bellen om hun eigen voordeel eruit te halen. En ik dacht, ik ga geen wegplaveien voor derden. Mm-hmm. Ik heb gezegd vanaf het begin, als je luistert naar mijn teksten, heb ik gezegd, ik ben daar om een signaal te sturen. Verander je systeem, anders gaat het wel gebeuren. Je weet het, maar het is niet aan mij, want ik wil niks van de politiek weten. Dus mino, want go poer de man, dan gaan ze zeggen, I Dave go. Want mino, want niks te maken aan de politiek. Dus om een koffie in het parlement. Jouw kennende. 100 nog pas eerder. Jouw kennende. 100. Als het niet lukt, kom ik hem morgen toch weer slaan. Als ik moet herstellen, ga ik trainen, ik kom wip je een plan aan tapje eerder. Maar ik kom je halen. Maar Dave, is Nasanat Kirunu, een ervaring Kirunu? Nee, kijk, het heeft te maken met planning. Mm-hmm. En sowieso kwam het vanuit het hart. Het is echt organisch gegaan. Maar gaandeweg heeft misschien eentje een bepaalde aspiratie. Of die ander is misschien boos omdat hij eerder is gedanced, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En ik had iets van, voor mij is het gewoon, ik wil een signaal sturen. Dus dat was niet zo duidelijk. En... Ik persoonlijk wilde vanaf het begin niks met de politiek te maken hebben. Want als ik het ooit zou doen, ik heb die aspiraties niet. Laten we het vooraf stellen. Daar ga je zien wat opruimen is. Want ik heb het op Facebook geplaatst. Mm. Volgende gast Dave. Moest ik die vraag stellen van waarom zijn ze gestopt? En dan heeft iemand ook volgens mij gevraagd naar, is het omdat, is Dave eruit gestapt omdat hij... zijn wil heeft gehad. Zijn hennep wil. Nou, ik wil niks weten van hennep. Alles is het legaal. Want die wet die ze nu gaan doen is ook kiekeboe. Mm. Als je nou bij Washington DC bent en je kijkt naar de White House, kan je een joint roken. Dus er is geen THC-limiet meer. Dan ga je die mensen hier zetten op 1%. Eh? Het heeft geen zin. Je kan niet... Hennep, weet je hoe groot je hennepveld moet zijn om het rendabel te maken? Het gaat om die CBD die je eruit moet halen, maar... Het heeft te maken met zonlicht. Mm-hmm. Zonlicht laat, hoe meer zonlicht je hebt, want hier hebben we 12 uur zon, 12 uur donker, dat omdat we bij de evenaar zitten. Mm-hmm. Gaat je THC boven 1% gaan, de kans is groot. Dus het heeft geen zin. Plus, was het laat? Toen ik 4-5 jaar geleden zei, waar zijn die mensen gekomen? Het is niet gelukt, ze zijn in andere landen gaan investeren. Die mensen met wie ik althans zou werken. Mm-hmm. Ik heb die behoefte niet meer. Mm-hmm. Ik ben ook andere dingen gaan doen. Life goes on. Mm-hmm. Weet je, dus ik ben blij als wij die kar misschien hebben gestoten. Misschien was dat mijn missie in het leven om mensen wakker te maken. En was dat mijn rol in die? Dus, maar het is niet meer mijn rol om verder erin te gaan. Het klopt niet dat je omdat je omdat ze het nu gaan goedkeuren. Laat ze dat praten. Dat is stop. De makari kon je nu op je camera contacten. Want dat de man takiere, die is eruit gepakt. Nee. Ik heb sowieso mijn vergunning gehad. Ik had mijn vergunning toch? Mm-hmm. Maar je mag geen bankrekening openen, dus je kan geen zaken doen. Mm-hmm. Die vergunning heb ik al langer dan 4 jaar.
Dus onder vorig bewind. Niks van hun gehad. Van deze mensen gehad. Maar die wetgeving moet in orde zijn. En je moet een hemp body hebben die je controle doet. Als ik die mensen hoor praten in het parlement, dan weet ik dat het een drama wordt. Want als je, hoe wil jij mij controleren als je mijn vak niet kent? Ja. Dan ga je, dus mij ook controleren, een hartspecialist in een operatiekamer. Nou, volgens mij moet ik om mijn atiëren, want dat is aan de boemse. Nee, dat werkt niet, dat werkt niet. Dus ik heb me aangeboden ook. Toen zeiden ze, ja, maar je bent belanghebbende. Ik zeg, maar ik moet erbij zijn. Want anders weet je niet waarmee je bezig bent. Je moet een deskundige erbij hebben, toch? Maar ik ben geen ABOP of VHP of zo, dus ik tel niet. Maar waarom zijn jullie dan wel gestopt? Ik ben gestopt omdat het ging naar weg met Chan. Mm-hmm. En ik heb vanaf dat één gezegd. Ik ga geen weg plaveien voor anderen. Als jij graag president wil worden, dan ga je campagne voeren. Ik ga het niet voor je doen. Mm-hmm. En ik ben niet met een plan, toch? Dus als ik stel Chan zegt, hij gaat weg. Mm-hmm. Dave, ga jij. Daar heb ik geen plan. Je moet eerlijk zijn. Ja, je bent eerlijk. Je moet eerlijk zijn. Ik heb geen plan. Ik heb het ook gezegd bij elk interview. Mm-hmm. Mensen, dit komt vanuit het hart. Ik zie dat mijn land bloedt. Mm-hmm. Daarom ben ik op straat. Jullie maken het politiek. We zijn in Suriname partijloyalisten in plaats van nationalisten. Mm-hmm. Dus wanneer jouw partij het slecht doet, dan mag je je mond niet openmaken. Want je partij gaat boos worden. Wel, ik maak mijn mond open voor mijn land. Mm-hmm. En het maakt niet uit wie daar zit. Ik ga je even hard naar je moer sturen. En wanneer je het goed doet, ben ik de eerste die zegt dat je het goed doet. Maar het gaat om mijn land. Het heeft niks te maken met mijn partij of een partij. Ik heb één keer DA gestemd, ik heb één keer NDP gestemd, ik heb één keer NPS gestemd. Snap je wat ik bedoel? Ik kijk van wie kan het zijn. Eén keer was het Simons had ik gehoopt. Misschien Ednel Kosbova. Alleen daarom ga ik op haar stemmen. En die andere keer was DA 91. Voordat... voordat die dame daar was. Ik ben de naam vergeten. Snap je? Dus ik ben een nationalist. En hier zijn we partijloyalisten. Wacht, we worden weer verwend. Is wel zonder alcohol, dan? Ja. Oké. Dus dit is onze godfather. Huh? Oh. Doe Jack Daniels en Amaretto Sauer. Dat is voor mij, no? Is dat kruipie? Dit is met alcohol. Dit is voor mij. Oh, oké, dankjewel. Hij drinkt helemaal geen alcohol meer. Alsjeblieft. Al drie jaar. Virgin, Caipirinha? No, Virgin, give me. Virgin. Ik ben maag. Jawel, die is sweet en sour, en sours, berries en geblenderd met ace. Jo, maar dit is een beetje. Eigenlijk moet ik maar mijn broek afhalen nu. Hoor nou, dit is die godfather. Jawel, oké. Als je als een godfather wil voelen, mensen, als je als een godfather wil voelen, kom gewoon hier bij Chillers. Kan je lekker genieten van cocktails, The Godfather en... Pink Panther. Virgin Caipirinha. Ja. Misschien moeten jullie die naam gebruiken, Pink Panther. Virgin Margarina. Ja. Cheers, ja, papa. Hey. Hey, kijk naar me nou. Ja, ik kan even kijken, 7 jaar op jou. Ai, Wakanda. Hey, no? Door schuld. Hey. Als je nog alcohol gebruikt, hey abo waka boy. Ja, gosje meno. Hi Dave. Hi. Aha. Wat ik merk wanneer je over de politiek praat, raak je verhit. Ja. Wat is er? Maar want die hoort nou, je moet niet verhit raken, want ik heb ook goede comments gehad op Facebook. Nee, ik raak... lekkere man. Hey, weet je hoeveel vrouwen hebben gereageerd? Je maakt me verliezen. Ik ga eerlijk zeggen, politiek, het kan. We kunnen het. We willen niet. Mm-hmm. Oké, maar wacht even. Dus ik raak verhit op de leiders, weet je. Wat zou jij doen? Kotak, de man die spreekt net wat je daarnet zei. De president zegt van oké, ik schuif op. Yeah. Jullie nemen over. Welke post zou jij, als jij, zou overnemen? Welke post zou jij nemen? VP. VP. Waarom VP? Dan ga je over die ministers. Oh. Want dan kan je ze gaat het fout. Dan kan je ze controleren. Nee, het begint bij de top. Ja. Laat hem elkaar niet voor de gek houden. Maar als je kijkt naar de capaciteiten van de heer Brunswick, niet naar zijn intelligentie. Want het is een hele slimme man als je van waar hij komt naar. Hij is niet capabel. Snap je wat ik bedoel? Dus we moeten elkaar niet voor de gek houden. Maar zet de man op de juiste plek. De juiste man op de juiste plek. En ik denk dat je moet beginnen met eerlijkheid. Dat duurt het langst. Als jij eerlijk zegt, hey mensen, dit is het, dit is het, dit is het. Want
We willen een probleem oplossen. Ik ga het heel simpel breken in kleingeld. Als ik elke dag schreeuw, mensen die tv is kapot, we moeten het maken, Allemaal je fit in met tv. Maar blijkt dat die radio al die tijd niet werkte. Dan werk je niet aan een oplossing. Dan maak je van kwaad naar erger. En dat is wat men hier doet. Maar you have to lead by example. Je kan zo niet werken. Daarom raak ik geïrriteerd. Ik denk sowieso dat je mij nooit van NL zou moeten maken, want ik zou zo laten maaien. Nou, echt minder, man. Weet je wanneer jij mijn land komt, hoor? Het doet pijn. Heb ik gemerkt. Het doet echt pijn. Ik heb Suriname ook hier. Ik heb minder echt. Kijk in mijn shirt. Ik heb ze zelf laten drukken met mijn vlaggetje. Niets met de politiek. Sommige op Sranang. Maar, behalve, die post toch, VP. Daar heeft iemand ook gevraagd. Wat zou hij als eerst veranderen als hij komt? Wetten. Zonder wet kan je niks doen. Snap je wat ik bedoel? Dus... Welke wet zou je veranderen als eerst? Een eerste wet, zei Bokinki. Ik weet niet of die wet bestaat of niet, want soms zijn er wetten, maar het wordt niet toegepast. Maar laten die ambtenaren van de politiek beginnen te verantwoorden hoe ze komen, al die spullen en die jaris en zo. Want al verdien je 10.000 SAD per maand, de Ossosad en Maibou is niet in correlatie met hun salarissen. Op het moment dat je hun begint aan te pakken, dan gaat de rest bijdraaien. Dus, je kan niet verklaren? Dankjewel. Je hebt 20.000 hectare genomen. Bij wet moet je, als je grondhuur neemt of dat andere ding, dan moet je een schutting eromheen hebben op zijn minst. In de boezem van de staat. Er zijn zoveel jaren die we niet kunnen, maar niemand pakt meer af. Dan ga je die wetten gebruiken om die dingen weer terug te halen. Je moet noten hebben. Dave, ik denk dat je gaat een goede zijn. Maar ik denk dat je veel veiligheidsmannen gaat moeten hebben. Ik denk dat zij veel veiligheidsmensen nodig gaan hebben. Want ik weet wat ik ter beschikking heb. Ik heb de politie en het leger. En anders roep ik mijn mensen. Wie zijn je mensen? Mijn Surinamers. Oké. Mijn mensen. Met dat ik nou allemaal voorvoeren. Gaan we dat accepteren? Kouwamang. Cancel hem. Ik geef een voorbeeld. Als hij een rotishop heeft, met Noaman en Jan Drapemo. Ja. Je moet eerlijk zijn. Ja. Je hebt de power als de huidige president de eerste 2-3 maanden, wat hij ook had gezegd, zou men accepteren, want hij had het momentum. Begrijp je? Dat wanneer het statuut gaat veranderen, dan je last momentum direct. Maar als hij direct was gegaan van, opruimen, dit, pap. Dan zou hij het respect krijgen. En dan zou hij het zo. Dus het begint bij jou. En dus begin echt aan te pakken, want je hebt een groot ambtenarenapparaat. Heel simpel. Ik zou een Dalla-wet implementeren. Als iemand bezig is met corruptieve handelingen, want ik moet die mensen toch salaris betalen. Dalla-amang, je krijgt een jaar salaris van die andere ambtenaar. Want dan kan ik hem wegjagen, plus hij moet boete betalen. Je gaat zien hoe iedereen op elkaar gaat letten. Ja. Nee, maar volgens mij is er zoiets aan, hoor. Ach. Mia, is er Mia? Het wordt niet toegepast. Mia, ja. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is het probleem. Men is niet hard hier zo. En je moet gewoon eerlijk zijn, want je kan mijn beste amatie zijn als je voor me werkt, maar je gaat gewoon even hard als je niet presteert. Dat na jou, misabi. En daarom zou ik dus die VP-post willen hebben. No, Dave, je kan vriend van hem zeggen, man, tegen ons dan niet. Gaat hij het zeggen? Het gaat je soms spelen. Ja, maar de waarheid is hard. Ja. Maar dat toen ik zei dat je niet mag, dan heb ik het ook van mijn bord gehaald. En dan moet jij hem ook zeggen, Dave, je bent een klootzak. Dus ik dank je wel dat je eerlijk bent geweest. Maar ik moest het je zeggen, daarom zijn we vrienden. Anders ben ik een heugelaar. En als je dus als president geen targets zet, want dus niemand heeft targets gehad, dan hoe ga je die man afrekenen op die targets? Dus dat is het eerste wat je zou moeten doen. Oké, binnen een jaar wil ik zus, binnen 5 jaar zo. Dan kan je die mensen afrekenen. Valken, Islabaktoulis, Jaga minister. Dat wat, en dat ding van het doorbetalen, dat zou sowieso... Maar ben je in die periode waar je die strijder was? Toch? Of ben je die strijder nog? Ik ben een strijder. Sowieso, maar ik weet niet, geen politieke strijder. Ik ben gewoon een strijder in het leven gewoon. Oké, dan ben je nog een strijder. Maar in die periode waar je bezig was, ben je ooit eens bedreigd? Er waren situaties waarbij mensen bij me kwamen. Je moet oppassen. Laat me daarop zeggen. Maar niemand is naar me gekomen, ik ga dit met je doen. Anders had je het wel gemerkt. Snap je? En omgekocht? Proberen om te kopen. Nee, mij is gevraagd, ze hebben nooit eens, laat me dit vooraf zeggen, nooit is geld naar me gegooid. Mij heeft gevraagd om te komen praten, zonder dat mensen het weten. Laat me daarop zetten. En toen heb ik gezegd, broer, dan kan ik net zo goed verhuizen, want dan kan ik niet achter mijn woord staan. Weet je, maar in mijn wens toch, is dat iedereen heel veel geld in één keer heeft,
zodat je kan leren dat geld niet alles is. Mm-hmm. Begrijp wat ik bedoel? Ik ken zoveel vrouwen bijvoorbeeld, sorry, het is geen disrespect naar vrouwen, het is gewoon een voorbeeld. Mm-hmm. Die dan alles doen om een rekenman aan de haak te krijgen. Mama is kop dit rode herde. Terwijl toen ze met een normale jeugdvriendje ging, was ze wel happy. Mm-hmm. Maar het is belangrijk voor haar om op een feestje te staan met een tas van $2000. Ja. Maar als je naar huis gaat, ben je ook een dienstvrouw. Mm-hmm. Je moet alles doen wat die man zegt. Mm-hmm. En je moet accepteren dat hij de hele vreemd gaat. Alleen maar zodat Gisma ei. Ja. Jongen, daar hoef je niks van mee te weten, jongen, zolang ik happy ben. Klopt helemaal. Nee, wat tapoe. Ja. Want anders kunnen we nog dagen doorgaan. Dan gaat het Vitorivi. Maar voor zo'n tapoe, je bent ook bezig met je pot. Ja, de Dave Podcast, dat klopt, ja. Daar praten we gewoon Priet Panyi. Priet Panyi, ja. Volg je, Priet Panyi. Ja. En I want a more sweet one, er is aan mijn vriend Tangano. Is die van jou met Gentle. Vader mijn karaman baga, wacht die. Vader mijn karaman baga. Shota. Ja, niet Gentle is een strijder. Ja, echt een strijder. Hij denkt zo ook, hoor. En Maïsje ook. Ja. Maar ik vond die... Een van de mooie, mooiste. Dankjewel. En willen baboy. En ik heb zijn asani, een verschil voor mij en jou. Want soms ben ik aan dit appet toe, maar ik kan niet. Jij, jouw programma verschilt met dat van mij. Jij kan gewoon, jij bent gewoon vrij. Maar, ja. Jij mag zeggen wat je wil. Ik wil zeggen wat ik wil. Huh? Je wil zeggen wat je wil. Je kan wel. Nee, ik kan niet. Ik moet rekening houden met... Met je sponsoren. Sponsoren. Niet alleen sponsoren, hoor. Oh ja? Er is ook een probleem hier in Suriname. Je hebt me naar Krumetaki. Ja, tuurlijk. Ze vergelijken jou en ik. Dave mag het zeggen, want hij is van de elite crew, weet je. Elite mensen mogen alles zeggen. Nee, wanneer jij het hebt gezegd, gewoon naar Dave. Wanneer jij het hebt gezegd. Ik weet wat je bedoelt. Is het, mijn god, Dave heeft het gezegd. Ja. Maar wanneer Simpel het zegt, kijk hem, hij is weer plat bezig. Ja, maar jij beter de manier als ik. dus dat is het probleem met dat geldstukje waarover ik het heb. Je wordt gejudged, wat, zogenaamd, wat ze noemen elite mensen. Mm-hmm. Maar ze dachten altijd dat ik elite was, omdat mijn boeba ligt die chins. Mm-hmm. Mama, dat waren leraren. Ik ben self-made. En niet omdat iemand geld heeft, mag die als een varken gedragen. Dus het feit dat je zo denkt, werkt die mensen... Dus niet jij, maar de maatschappij. Mm-hmm. Ja, maar je denkt dat ze niet, Rocco. Mm-hmm. Het is... geld is een illusie. Geld is een illusie. Ten you sicky? Of if you sicky ooit? Maar hoeveel geld je hebt? Er zijn genoeg rijke mensen die ziek zijn. En... Ze kunnen niet meer terugkopen. Je bent ook schrijver geworden. Ja, ik krijg kinderboeken. Je hebt kinderboeken. Een paar boeken. We zijn bezig met een cartoon. Osaan? Ja, echte cartoon, niveau 1. We hebben de funding al gehad, dus het geld. Ik werk met Conservation International, met John Goedschalk. Mm-hmm. En het is eigenlijk weer Suriname. Mm-hmm. Over een ottertje die bezig is de natuur te beschermen. Want ik ben tegen dat hele goatboosie aan hier. Ja. En dus ik probeer nu de kennis die ik heb opgedaan... door te ventileren naar de kinderen. En Conservation is helemaal laaiend over het project. En we gaan... I go. Mm-hmm. Dus ik hoop voor maart volgend jaar... om met de cartoon uit te komen. En er zijn al 3 boekjes geschreven. Deel 1 is al uit. En die is internationaal op alle websites. Dus Bruna zijn we. De Slechte. Bol.com. Noem 1 Nederlandse verkoper van boeken. We zijn daar. We zijn in alle schappen, ja. Dus ik mag niet klagen daarover. Je hebt het gehoord, ik heb het vanaf het begin heb ik jullie gezegd, toch? Hij is ondernemer, vuilnisman, acteur. Hij heeft ook geacteerd, hij heeft ook een stuk geschreven, hè? Sex Society, ja. Ook, je hebt ook een soort filmpje boven 18 jaar. Plus 18. TV-station 18 plus. 18, weet je dat we dat 15 jaar of zo geleden hebben gedaan met korte filmpjes en niemand snapte het. En nu zijn korte filmpjes een hit. Zie je? Ah. Ik ken maar Sex Society had 8000 kaarten, 8000... bezoekers gaat. In Suriname. Ja. Schrijver, alleen je zingt niet, hè? Boy, mister, een vroeste jongen, maar. als ik het kon, was ik een reggae-artiest. Reggae-artiest. Zo juist bij een rockband plaatsen. Maar mijn boeba ligt hier daar. Nee, je was een vroeste sting. Je hebt een mooie vroeste sting. Ik hou ook van drillrap, dus echt harde rap. Dat is ook mijn ding. Dus je hebt het gehoord, hij kan bijna van alles. Zingen alleen nog niet, maar schrik niet als je moord zegt. Auto-tune. Dus als hij het kan, kan jij het ook, hoor, geloof me. Ik zoek Alassie. En dat is een voorbeeld. We gaan eindigen, Dave. Met mijn boek Coco, hè, Santo? Ja, oké. Dat kunnen we nu. Eindelijk. Waar zijn mijn presentjes? Mijn presentjes.
Ze heeft jullie gezegd om het klaar te zetten, maar vast hangen onder bakkaris. Waar is die dame? Wat is ze gaan wenken? Serieus? Keer meer, programma Jano. Ja, we've got. Die tas, die andere percentjes ook. Kira Airflow. Hij zet het hier. Hey, zo leuk. Ja, dit ook. Ja, die sappen. Die saps. Kom lees aan neef, wat vrouw boer, want ze mensen, hoe heet het? Chons, gewoon Chons. Oké, Chons. Ja. Hoe heet deze jonge man weer? Chons. Nee, Jona, ik mag beginnen. Oké, Dave, het was heel gezellig. Weer dat die mensen hebben genoten. Ook zolang, weet je, die mensen hebben die mensen. Sorry. Eerste wat die mensen hebben gezegd, die man die van lachen houdt. Mil op lafu, jul op lafu. Ja, dus maar dat twee lachende mensen. Maar zo hoort het. Het leven is lachen, het is genieten. Dus maar ik kan niet met een tof gezicht. Nee, maar gezicht. Ik hoop van. Wanneer je lacht, voel je gewoon goed ook. Ja, ja. Dat is toch. Hoor nou, dan ga ik je laten lachen met een belkaart van Telesuur, mijn hoofdsponsor. Jammer. Mijn dochtertje gaat blazen. Ja, 100 SRD. Je krijgt ook zo'n. Je krijgt een voucher. Mistak Juna Tatoeman. Ik heb een tattoo-artiest voor je. Hij staat daar aan de. Hoe heet het? Zie je? Let op, boy. Ze houden weg. Dat is Inkzien. Oké. En dan mag je gaan een tattoo. Je krijgt een voucher van 500 SRD. En dan mag je een tattoo drapen. Gewoon te gek. Ja, je krijgt ook van die mevrouw die heerlijke sappen maakt, krijg je 2 flessen sap. Ik moet vaker bij je komen, jongen. Wat een verwenning. Ja, hier word je verwend, Volgende keer kunnen we tapas toeren doen, dan in de hangmat. Zolang ik eens de cadeautjes. Ivana wou tapas, baby. Kijk, van Chons krijg je deze 2 flessen. Je is een gember, 1 gember en 1 cola stroop. Ja, man. Nee. Ja, man. Dankjewel. Ik waardeer het. Ja, Surinaams, hè. Je haar mag je ook gaan knippen bij mijn vriend Fibbo. Daar aan de Oeristraat. Dat is een Zabi. Hernutenstraat. Dat is Secret Cuts. Oké. Okay. Ja. Ja. Je hebt geen baard, want dat maakt nou een echte baard specialist. Ja, no. Ik wil wel een baard hebben, maar ik heb alles erin. Dus. En van mijn vriend Gerson. Ja. Zo leuk. Ja. Ja. Gerson. Dit is Gerson. Ken je deze man op dat canvas? Thank you. Is echt mooi gedaan. Ja. Ik ben onder de indruk. Niet van die foto hoor, maar dat is maar die route is gedaan. Ja. Is echt leuk. Ja. Hier lijkt het alsof ik manieren heb. Ja. Ja. Je zou zweren dat ik mijn school heb afgemaakt. Oei. Dankjewel, ik waardeer het van harte. En ook nog, ik heb een vriend gevonden. Mm-hmm. Ik bestel een bang in een manati. Ze maken van pellets, banken. En dan, amantemi dat simpel, eerst volgende gast mag zo'n telefoonhouder. Ik heb een geheim voor je. Mijn pellet, mijn heer Osso. Hé. Hey. Dus het past helemaal. Kijk, even pot dat telefoon. Weet je, een vrouw of mij is de hele dag op Facebook. Dus ze hebben ook één voor haar gemaakt. Dan zit ze achter de tafel. Dat is mijn potentie. Oké, je moet een kleiner. Ik heb een kleiner. Dan spannen we fiti. 100. Juist, precies. Perfect. Precies. Ja, het is voor meegemaakt, echt waar. Dus je krijgt het van ze staan op komen wenen. Dat nummer zie je in beeld, mensen, en dan mag je het bestellen. Zijn vele malen goedkoper dan die anderen, hoor. Geloof me, vele malen goedkoper. Wij gaan eten. Hé, hey, je tak. Is dat wel lang aan mijn wanneer? Chef, kijk eens cadeautjes daar bij in ons. Ja, dit is het grootste. Nee hoor, Milo, dankjewel broertje. Alsjeblieft. Maar altijd mee weer aan mijn editor. Gelukkig hoef ik niet voor die camera te eten, want ik eet zo'n banaan. Dus vandaan. Nee, je mag eten hoe je wil. Je weet, hier telt alles. Alleen geen ongepaste termen. Maar Dave, jij mag alvast eten, dan ga ik afsluiten. Oh, ik dacht dat ik moet praten met de vrouw. Nee. Mensen laten het erom.
Jullie hebben het allemaal gehoord van Dave van Aarde. Bij het begin heb ik het al aangegeven dat hij... Dus als hij 11 vingers heeft of 12 vingers, gebruikt hij alle 12 vingers. Is dat weer toch? Om te geven. En als hij het kan, kan ik het ook, kan jij het ook, kan je buurman het ook. Is dat weer onaf wachtie, want tramang. Is dat weer toch? Tapa uku en actie van biri. Is dat weer toch? Teme kong dat je bij je biri, Jimmy. Dat we bij je biri, Jimmy. Kandra, omdat ik heb, jij hebt. Is dat weer? En dat moeten we gaan leren in Suriname. Niet wachten op de regering. We moeten zelf onze handen in onze eigen boezem stoppen. Ja toch, Dave? 100%. Dan kan je vrij leven. Heel vrij. Ik heb één tip voor jou. Ja. Hou jij je woord, want dat is meer waard dan geld. Want als je altijd de waarheid spreekt, kan je naar iemand gaan. Ik heb zo'n idee, mag ik zoveel geld? Je gaat het altijd krijgen. Mm-hmm. Dus je reputatie qua... Your word is your bond. Yes. Je hebt het gehoord? Your word is your bond. If you don't understand Engels, vertel het voor ze. Google. We gaan afsluiten. Wat zei je? Waar? Daar. Middel. Je weet wel iets. Google. Mensen, Google, Dave, we gaan in die middelste camera even die tantararantang. Misschien kan je een carrière hier beginnen. Samen tantararantang. Je toch daarom in het zingen toch? Geef me een pakken, geef me een pakken. No, no. Tantararantang. Tantararantang. Tantan. Tantararantang. Je aks me voor je. Tantan. Taratatarantang. Tam. Hoi, Google. Hoi. Hoi, boy. Je moet niet alles voorbouwen.